Ja, guys, welkom bij even met vandaag een kijkje op Gretel en Hansel. Ik moet toegeven, ik ben niet zo'n fan van de titel Gretel en Hansel. Het rolt niet lekker over de tong. Hansel en Gretel blijft veel beter. Maar met de film gezien te hebben, snap ik waarom dat ze de film hebben vernoemd naar Gretel en Hansel in plaats van Hansel en Gretel. De film gaat helemaal niet over Hansel, het gaat over Gretel. Het is Gretel haar film. Maar zoals iedereen wel weet ondertussen, ik werk in een cinema en ik heb deze film pas na een week of zo gezien. Oh boy, ik heb dingen gehoord over deze film. Er waren klachten over hoe saai dat die was. Er waren klachten over alles. Niemand die ik vroeg hoe de film was, want ik praat met mijn klanten. Ik vroeg en hoe is de film of hoe was de film en iedereen zei echt een van de slechtste dingen die ik ooit heb gezien in mijn leven. Ben ik het niet mee eens? Je hebt Cats nog nooit gezien. <laughs> nee echt op zich, ik vond deze film nog reuze meevallen. Ik snap wat mensen er slecht aan vinden en dat ga ik ook aanhalen in deze video. Maar hij is echt niet zo rampzalig als je zou denken. Het probleem met deze film... Pijnlijk gezegd, voel je maar echt aangevallen, is de audience. En ikzelf hoorde daar een tijdje ook bij. Deze film is gewoon meer een film. Er gebeurt geen klote. Maar ja, de mens is op dit moment zo hard ingesteld. Van als ze naar de bioscoop gaan, dan verwachten ze een gigantische blockbuster. Er moet actie zijn, er moet verhaal zijn, er moet huilen zijn, er moet alles bij zitten. Maar een poëtisch portret zien. Werkt er niet meer. Het is zoals Quentin Tarantino vorig jaar al heel erg mooi heeft gezegd. De arthouse film heeft de oorlog in 2019 niet verloren tegen Endgame, Lion King en al die andere films. Kijk maar naar de Oscars. Parasite heeft best Picture. Parasite is geen blockbuster. Parasite is een arthouse film. Is het erg dat de mensheid hier naartoe gaat? Ja en nee. Op zich ja. Cinema's ze draaien, veel weinig Ze draaien heel weinig oudhuisfilm, dus mensen gaan naar de cinema en verwachten dan ook geen arthousefilm. Nee, want de meeste mensen zijn nu ook eenmaal gemaakt voor het vermaak, en het vermaak krijg je niet zo snel in een arthousefilm. Een arthousefilm is om te kijken en te denken: van, holy shit, dit is heel erg artistiek. Vandaar de naam Ark. Ma, let's just go ahead and start Gretel and Hansel, because I wilde to deze this praten. Tell me the fairy tale again. I'm Gretel, and this is my brother Hansel. Ouch! Be wise to leave. something wrong here. Thought a sweet boy. Hardly any meat on bones. Gretel and Hansel, rated PG-13. Een flinterdun script waarin er bijna niets gebeurt. Het is riskant en mensen hebben het gehaat, maar ik vond het persoonlijk niet zo heel slecht gedaan. Ik moet toegeven, er gebeurt letterlijk niks tot de laatste 15 minuten en dan begint de film ineens alles af te ratelen en dat is ook waar de film fout gaat. Het is vreemd dat ze in het laatste kwartier ineens alles snel doen en bepaalde keuzes maken die ik totaal niet had verwacht. Maar ook er wel had verwacht, want ze zat de hele tijd naar voren te pushen dat dat ging gebeuren. Maar ik vond het geen goede keuze, ik vond het geen leuke keuze. Is. Maar het verhaal zit wel logisch in elkaar. Verhaal 120 op 200. Eindelijk is er eens een film waarin ik Sophia Lillis wel mag. Ik mocht het personage van Gretel heel erg. Het was echt leuk om te zien dat ze hier een ander verhaal krijgt dan dat we gewend waren van alle sprookjesverhalen. En dat ze hier meer de leiding krijgt in deze film. Hansel mocht u daarentegen veel minder. Hij was veel te jong, hij deed niet zoveel. En het enige wat hij deed was met een bijl tegen een boomstam een een weglopen. Hij had geen verhaal. Ook Holda, oftewel de heks in het huisje, vond ik minder op dit vlak, op deze film. Ik vond haar niet zo. Goed als dat ik er vond in bijvoorbeeld sprookjes. Personages 100 of 200. De cinematography van deze film was mind-blowing. Het was echt heel goed. De pacing was daarentegen weer minder. Het was niet bepaald heel goed. Zoals ik al eerder zei, het begin is extreem langzaam en het past op zich wel. En het einde raadt dit eens alles af en je bent gewoon confused. Het werkt niet altijd even goed. Maar één ding wat ik wel weer goed vond aan de pacing en de designing is de art stijl. De arthouse stijl werkt verdomme fucking goed. Pacing en designing 100 op 150. Surprisement, ja, er gebeurde niks, heb ik al gezegd. Leer op het einde raadde de film alles af. En het is onverwacht dat ze het dan ineens wel doen, maar het is wel verwacht aangezien dat ze er hints naar geven. En het is gewoon. Het is niet zo bepaald sterk in het beeld gebracht, vond ik persoonlijk. Surprisement, 30 op 100. Sophia Lillis geeft eindelijk nog eens een sterke rol af. De acting was naar mijn mening op zich best goed. Ook van Hansel, ook van Holda. Ik weet even de echte namen niet meer. Maar ze waren allemaal op zich wel goed. Alleen Sophia Lillis is een standout. Acting 110 op 150. De critics vonden deze film natuurlijk veel beter dan dat ze bijvoorbeeld een Sonic-film vinden, wat een blockbuster-film is. En geven hem. Een 64 op 100. Ik zelf vond hem ook niet slecht. Ik ben het eigenlijk heel erg met de critics eens. Ik geef hem een 30 op 50. Hetzelfde op mijn letterbox en entertaining gebied vond ik hem ook op zich wel entertaining. Ik vond hem gewoon niet zo interessant. Dat maakt de score 3 sterren, oftewel 30 op 50. Dan maakt de totaalscore van Gretel en Hansel uit op een 584 op 1000, oftewel een 5,8 op 10. Heb jij Gretel en Hansel nou gezien? Laat weten wat je ervan vond in de comments hier beneden. Ik zie je graag terug in de volgende video. Mensen, dank voor het kijken en bye bye.